Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Herman, goedemorgen. Ça va? Ja, rust. Zeg, zwarte paprika. Speciaal, hè? Ja. Hoe komt dat dat zwart ziet? Dat is de variëteit. Dat is gewoon. Die beginnen groen, dan worden die zwart. En achteraf worden die ook rood. Oké. Okay. Mag je ze een proeven direct? Ja, ik heb ja. Al. Dat is echt zot, hè, dat dat zo zwart wordt. En van binnen fel groen. Qua smaak heeft het ook meer de bitterheid van zo'n groene paprika wel, hè? Ja, ja, ja. Het is ook niet volledig afgerepen eigenlijk niet, hè. Daarmee dat het ook rood wordt achteraf, hè. Daarna sowieso? Ja, ja. Als je moet ze plukken, als ze volgroeid zijn, dan zijn ze zwart echt. Mm-hmm. En dan gaan ze naar rood, dus. En dan rijpen ze eigenlijk? Ja, ja. Dan rijpen ze eigenlijk af, ja. Dat ze hier in een serre groeien, heeft dat een bepaalde reden? Ja, dat is het klimaat, hè. Over het algemeen is het klimaat hier, anders zouden ze al bevroren zijn ook, hè, nu, hè, met deze weer. Hè. Dus buiten is dat bij ons ja, wat moeilijker? Het seizoen is te kort hier, voor eigenlijk paprika's buiten te telen. En wat doe jij van onderuit? Zo, werk je met bijen, met iets rot sproeien? Of? Nee, wij werken vooral met tabaksplanten. Pardon? Tabaksplanten. Een tabaksplant? Ja. En door zo'n geur trekt de insecten aan. Amai, dat is vol vliegen. Ja. En die liggen daar dood op gewoon? Ja, ja. En die eten daarvan en dan is het gedaan? Ja. En dat is het enige wat jij doet? Je sproeit niks, gewoon. Je zet zo'n paar van die planten? We zetten dan regelmatig een plant tussen. Oké. Okay. Herman, mag ik nog een paar van die zwarte paprika's meepakken? Ja, ja, ja. Oh, een paar is genoeg, hè. Top. Allee, top. Herman, salutjes. Tot de volgende. Ja. Salut, hè. Ja. Joep.